1918 was natuurlijk het laatste jaar van de Eerste Wereldoorlog. Het was ook het jaar waarin de Spaanse griep de Liemers bereikte. Dus het was echt een hele moeilijke tijd. Leidde ook tot heel veel werkloosheid. Er was hier wel heel veel tuinbouwgrond. In de Liemers inmiddels 500 hectare aan gezonde tuinbouwgrond. Maar de afzet was heel lastig. In die periode dat wij samen op de tuindrijf begonnen met mijn vader, toen was het allemaal kleinschalig in deze regio. En we hadden allemaal veel producten. En vroeger brachten wij dat spullen allemaal zelf naar de veilingen. De eerste jaren heb ik klein fruit geteeld. Die halmedewerkers van die stoere mannen. Ik had al moeite met één kistje te pakken en die pakten er zo een stuk of zes op zo'n knijpkar en dan gingen ze mee weg. En zo ben ik aan de werk teruggekomen. Toen mijn was het gewoon uitzetten. Werkzaamheden, maandags, donderdags, veilingdag. Nou, tussendagen, sortierwerk. Teun Kluipman was onze chef. Hij liep altijd vooraan in de strijd. Op de dagen dat er veiling was, was het de bedoeling dat als alle prijzen bekend waren, dat er dan een prijzenbandje ingesproken werd. Weet je wat, dit weekend is de veiling alweer verhuurd. Verhuurd? Ja jongen, dat is, soms was er een bandje of zo. Ik was uitzendmedewerkster. Ja, en ik ben sinds begin 1950 samen met mijn vader commissionair, onder andere veilingzegenaar. Wij vervoerden dus de producten vanaf de teelplaats naar de veiling toe, maar ook vanaf de veiling naar de klanten waarvoor we gekocht hadden. Ik ben Harry Hendricks, ik kom uit Oud-Zevenaar uit de groente- en fruitfamilie, maar vroeger een tuinderij. Maar tuinderij is achterhaald doordat mijn vader kwam er overlijden. Ik ben de derde generatie, vierde staat nu in Doetinchem. De sector veranderde. De schaalvergroting in de land- en tuinbouw die nam grote vormen aan. Het telenveilen deed zijn intrede. En ja, dat maakte dat er gewoon echt sprake moest zijn van schaalvergroting. Om ook onze agrariërs hier vanuit deze regio een goede plek op een toekomstige veiling te kunnen geven.